Ik hoop echt van harte dat er binnenkort iemand met wat mais komt dat je moet pikken. Zo. Dat is zo mooi. Zeg. Oh, ik hoop dat ook, Peter. Echt enorm. Recht uit Nerdland is erbij komen zitten. Lieve Scheire, hartelijk welkom. Lieve, vorige week had je het nog over de komeetlanding. Gisteren is die gebeurd. Ja. Hoe is het precies afgelopen? Ja, wij hebben een fantastische dag gehad. We hebben aan de Universiteit van Gent hebben we twee grote zalen gekregen. Een kleine 1000 mensen waren daar. We hebben samen naar die landen gekeken. Dirk Vriemoot was erbij. Kortom, heerlijke dag. En dan een beetje een verwarrend einde. Op het moment van de landing gaf de ESA heel weinig commentaar. We zaten te kijken naar nerveuze mensen die naar computers aan het staren waren. Ik dacht, dat is kapot. Ja, wel. En dan gebeurde dit. Dan gingen de armen in de lucht en ze juichten. En dan dachten wij, als zij blij zijn, zullen wij ook maar blij zijn. En dan hebben wij mee geapplaudisseerd. Maar het is een beetje een gekke landing geworden. Ja? Dus er was eerst goed nieuws en dan slecht nieuws. En dan was er weer goed nieuws en dan was er weer slecht nieuws. Dus die sonde is losgelaten op die komeet. Die is effectief neergekomen. Normaal moest die twee harpoenen in die komeet schieten. Zodat die niet terug omhoog vloog. En dat is niet gelukt. Die harpoenen zijn niet afgeschoten. Dus dat ding is terug omhoog gebotst, maar het is wel terug neergekomen. Het heeft een sprong gemaakt van 1 kilometer hoog, hebben ze achteraf berekend. Dus gebotst, 1 kilometer hoog en dan terug neergekomen. En nu staat hij op die komeet. Dat is het goede nieuws. En het uiteindelijke slechte nieuws is, ze vinden hem niet meer. Ah, ja. Ja, dus ze hebben radiocontact met die sonde en die stuurt ook wetenschappelijke gegevens door van hoe die oppervlakte eruit ziet. Die heeft ook een foto doorgestuurd. Maar ze weten niet waar precies op die komeet hij zich bevindt. Nu, deze nacht is er weer een passage van de satelliet over de komeet en dan kunnen ze hopelijk bepalen waar die juist ligt. Allee. Goed nieuws allemaal. Waar wil je het verder vandaag over hebben, lieve? Vandaag zou ik het graag hebben over een boek. Er is een boekenbeurs geweest. Er waren veel mooie dingen te vinden. Maar dit was toch de absolute parel voor mij. Het is de Nederlandse vertaling. Ja, Wat Als. Het boek Wat Als. Het is de Nederlandse vertaling van een boek van Randall Monroe. En dat is een absolute held onder de nerds. Dat is meer bepaald de cartoonist van de webcomic xkcd.com. Ah ja. Iemand ooit al op xkcd.com gezeten? Ik durf dat niet, nee. Ja, dat is eigenlijk een webcomic die vooral over wetenschap, informatica en dat soort dingen gaat. Maar hij is een fysicus en hij kreeg via e-mail zeer veel vragen van fans van hem. Er zaten soms knotsgekke vragen tussen. Maar Randall is iemand die... Ja, hij is wetenschappelijk opgeleid, hij is wiskundig heel sterk. Randall is iemand die als hij een compleet absurde vraag krijgt, die wel begint uit te rekenen wat er dan effectief gebeurt. Kun je eens een voorbeeld geven? Wel, hij zette dat op zijn blog en nu is dat in boekvorm uitgekomen. Bijvoorbeeld, iemand vroeg hem, wat gebeurt er als je een baseball naar de man die moet slaan gooit aan een snelheid van 270.000 kilometer per seconde? Slecht nieuws voor degene die het moet slaan, denk ik wel. Ja, dat is 90% van de lichtsnelheid. De meeste mensen zeggen dat is een absurde vraag. Ik ga er niet op in. Maar Randall denkt, interessant, ik ga aan het rekenen. Ja. En dus heeft hij berekend, heeft hij contact opgenomen met de universiteit. En wat was zijn ontdekking? Die bal die vliegt zo hard tegen die luchtmoleculen in dat er kernreacties plaatsvinden op het oppervlak van die bal. Hij heeft er ook een prachtige tekening van gemaakt. Dus er is een soort zone vooraan aan de bal waar er kernfusie plaatsvindt. Ja. En het gevolg zien we in de volgende tekening. Namelijk, er vertrekt een bol radioactieve straling van het punt waar die bal geworpen is. Intussen gaat die kernfusie door. Hij heeft ook berekend hoeveel energie er vrijkomt. En wat blijkt, van op 10 kilometer afstand zou je een gigantische paddenstoelwolk zien bovenkomen uit het baseballstadion en iedereen zou dood zijn. Een soort van kernbom eigenlijk. Voilà. Ja. Vervolgens is Randall Monroe gaan opzoeken hoe het precies zit met de reglementen van de Amerikaanse baseballvereniging. En het blijkt dat dit een reglementaire worp zou zijn. Dus dat heeft hij dat ook berekend. En heel dat boek staat vol met dat soort absurde vragen waar dan een antwoord op komt waar je echt van leert. Een zeer mooi wetenschappelijk antwoord erop. Bijvoorbeeld, iemand vroeg hem, als je uit een vliegtuig springt en je hebt een heliumtank bij en een hele hoop ballonnen, kan je dat dan overleven? Ja. Het antwoord is ja. Allee. Dus hij heeft volledig berekend hoe snel je een ballon kan opblazen, hoe dat jouw val afremt en dat soort dingen. Hij heeft ook berekend, iemand vroeg hem, hoe sterk is de Force uit Star Wars? Hij heeft die film bekeken. Op een bepaald moment gaat Yoda, het personage, heft hij een ruimteschip op
met gebruik van de force en uit het gewicht van dat ruimteschip, de zwaartekracht van die planeet en de snelheid waarmee hij het opheft, heeft hij berekend dat de force uit Star Wars gelijk is aan 19.000 kilowatt. Mm-hmm. Of ongeveer 19 kilowatt is het, ongeveer 25 pk, een kleine elektrische wagen. Maar wat voor gekke vogel is die Randall dan eigenlijk precies? Maar ja, waarom gekke vogels heb jij niet gezegd. Dat is misschien niet de beste, ja. Bedankt, Peter. Ja, waarom doet hij dat? Ja, Randall Monroe is eigenlijk, hij heeft fysica gestudeerd, daarna is hij robotdeskundige geworden, hij is voor de NASA beginnen werken, maar eigenlijk is zijn carrière pas beginnen boomen toen hij zijn tekeningen begon in te scannen en op het internet zetten. Hij doet dat ook allemaal gratis. Dus iedereen mag die cartoons bekijken, zelfs overnemen als je er geen geld mee verdient. Dus hij is heel open source in die dingen. En arm, denk ik dan ook. Nee, helemaal niet. Omdat hij zo bekend is, hij is wereldwijd immens bekend, geeft hij heel veel lezingen en verkoopt hij t-shirts zoals deze van zijn cartoons. Stand back, I'm going to try science. Ja. En daarvan leeft hij en hij is nu echt fulltime betaald webcomic-auteur. Een van de weinigen die daarvan kunnen leven. Nu, ik moet u waarschuwen, zijn cartoons zijn heel vaak redelijk nerdy. Ze zitten nogal in het wetenschappelijke, vaak in de informatica. Doe je dat je professor moet zijn voordat er een minimum van lach komt? Nee, dat niet. Er zitten ook cartoons bij die heel democratisch zijn dan. Voor sommigen moet je iets meer in de nerdsfeer zitten. Ik zal u misschien een van mijn favoriete cartoons laten zien. Hij gaat over wetenschappers en hoe ze met elkaar omgaan. Lachen, hè, jongens. Lachen, ja. Oké. Anders komen we dom over. Okay. Er staat links een socioloog en daarnaast staat een psycholoog en die zegt, ach, sociologie, dat is toch gewoon toegepaste psychologie. Daarnaast staat een bioloog en die zegt, psychologie is toch toegepaste biologie. Daarnaast staat een chemicus en zegt, oh, biologie, dat is toegepaste chemie. En daarnaast staat een fysicus en die zegt, ach, chemie is gewoon toegepaste fysica. Wat is het heerlijk om aan de top van de logica te staan. Maar helemaal rechts in de cartoon staat er nog een wiskundige. En die zegt, hey jongens, ik had jullie niet zien staan in de verte. Ja. Super grappig. Kortom, heerlijke nerdy comedy. Ja. Er zit er nog eentje in? Ja, absoluut. Ja. Het wordt erger. Er zitten af en toe cartoons bij waarvoor je bepaalde programmeertalen moet kennen. Ah ja, geen zoals probleem. Zoals Linux-gebruikers, als je een commando invoert. Je hebt dat soms op een Windows-computer. Je wil iets veranderen en die computer zegt, jij mag dat niet. Je moet de IT-man roepen en die heeft een speciaal paspoort en die mag dat wel. Ja. In Linux heb je daar een speciale code voor. Sudo is dat, superuser. Dat is de man die alles mag. En dan wordt het commando veel sneller uitgevoerd. En dus tekent XKCD deze prachtige cartoon. Vrouw, maak mij eens een boterham. Man, maak het gewoon zelf. Sudo, vrouw, maak mij een boterham. Oké, dan. Ja, dat is mooi, dat is mooi. Dus af en toe zitten er cartoons bij die een beetje moeilijk zijn voor mensen die programmeertalen niet kennen. En daarom is er een aparte website, explainxkcd.com. En dus als ik erin niet snap, dan ga ik gewoon naar die website en daar lees je het gewoon. Maar ik zou zeggen, wie thuis zit, ga gewoon naar die website, xkcd.com. Klik een beetje op random, dan krijg je allerlei cartoons te zien. Als je naar 10 cartoons niet gelachen hebt, dan is het jouw stijl van humor niet en laat het maar. We gaan het minstens een kans geven op jouw site, natuurlijk, Nerdland. Wat ga je volgende week doen bij Freek dan? Volgende week is het stop weer... Stop met lachen van de verre, serieus. Ja. Ja. Volgende week is het weer een nerdfeestje. Dan gaan we het hebben over robots. Uitstekend. Robots, hoe ver ze al staan en wanneer ze de wereld gaan overnemen. Dat is voor volgende week. Dankjewel, lieve Scheire. So, you are a scientist, you're a biological engineer. That's right. Eigenlijk ongeveer nergens van, voor alle duidelijkheid. Het is donderdag, dat is een hoogdag voor iedereen wie nerds een warm hart toedraagt. Want dan is Lieven Scheire hier, dag Lieven.